Hey, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus, uw online bloemist. En vandaag gaan we weer een heel apart, leuk bloemstuk maken in het thema van de herfst. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En we zitten natuurlijk in het thema van de herfst nu. Maar straks gaan we ook nog richting de kerst. Dus er komt heel veel leuke inspiratievideo's online. Vergeet vooral niet gratis te abonneren. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Je kan ook mij volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook heel veel bloemschik inspiratie. Mocht je dat leuk vinden. En ja, een kijkje in mijn dag als bloemist. Als online bloemist. Dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar ook volgen. En zou ik zeggen, laten we nu gauw gaan beginnen. Voor vandaag graag bestellen. En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan het pakket zowel compleet bestellen als de losse materialen. Dus mocht je zelf een frame hebben of mocht je hem een keer willen verversen, dan kan dat ook. Dus ja, ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan vandaag een pompoen zelf maken. Dat klinkt toch wel een beetje gek. Is het misschien ook, maar ik heb een heel leuk frame die in een vorm is van een pompoen. En daar gaan we dus een heel apart bloemstuk mee maken. Ik heb van raffia, daar gaan we hem helemaal mee ontwikkelen. Zodat we een mooie natuurlijke kleur krijgen. En in dezelfde kleurtinten gebruiken we houdbare materialen voor binnenin. Dus ik heb mooie lampionnetjes, maar ook leuke bloemetjes, gedroogde vruchtjes. Echt van alles. Maar we beginnen dus eerst met de basis, want dat is eigenlijk op dit moment even het belangrijkste. En daarna gaan we hem verder vullen. We gaan eerst de buitenzijde helemaal ontwikkelen. Onderin maak ik even een knoopje. Dan maak ik het aan vast. En dan wikkel je het om het frame heen. En dan krijgt het zo mooi een natuurlijk kleurtje. Mocht je van het industriële houden, kan je hem natuurlijk ook gewoon zo houden. Het zwarte is ook erg mooi. Maar ik wil het een beetje in één kleur. Het is veel werk, maar wel heel leuk werk. Ook leuk om met vriendinnen te doen. Dus we wikkelen hem helemaal om totdat we klaar zijn. Thank you.
Zo, het is even een werkje, maar dan heb je ook zeker wat. Dan heb ik hier het steekschuim en die gebruik ik vandaag droog. Het is een bioversie, maar die kan je gewoon droog gebruiken. Maar daaromheen doe ik ook hetzelfde, zodat we hetzelfde zweertje hebben. Die wikkel ik eromheen en dan kan je het even vastzetten met een krammetje. Basis. En dan druk ik ook nog een beetje naar beneden, zodat het ook nog wat over het zwarte heen valt. Je kan het eventueel er ook op lijmen nog. Nou, echt een prachtige basis. Dan gaan we met mooie materialen werken, waaronder dit bewerkte roosje. Het is gewoon een echte roosje, echt heel erg mooi. Echt heel erg prachtig, maar het voordeel is, deze blijft echt heel lang goed. Die kan wel zeker een jaar goed blijven. Misschien nog wel langer. En die gaan we onder andere verwerken. En ik heb ook wat andere mooie materialen die juist gedroogd zijn. Wat leuke vruchtjes. En we willen natuurlijk het steeltje van de pompoen erin. En daarvoor gebruik ik een houtstokje. En die steek ik natuurlijk in het midden. Dat is onze basis van de pompoen. En dan gaan we verder met alles verwerken. Je kan het vastzetten met krammetjes, maar je kan het ook vastzetten met lijm. En dit bloemstuk is dus gewoon lang houdbaar. Daar houden we van. Lampionnetje. Zet ik eventjes op een krammetje. Steek even zo doorheen. Of die krijgt een mooi plekje. En natuurlijk het roosje. Erg mooi erin. Kijk hoe prachtig mooi. En dan heb ik nog een andere mooie gedroogde bloemetjes. En die lijm ik er gewoon in. Je kan warm lijm gebruiken of koud lijm, wat je zelf mooi vindt. En het leuke is, ik gebruik nog gedroogde bloemetjes, maar die sommigen vinden het denken aan droogbloemen soms wel een beetje oudbollig is, maar op deze manier is het echt heel hip. Ook mooi vol van kleur, daar hou ik ook van.
kijk hoe prachtig decoratief dit dan gewuld is. Met prachtige mooie materiaaltjes. Echt heel erg top. Nou, en als dit geen leuk pompoentje is, dan weet ik het ook niet meer. Het is weer helemaal anders dan anders. Helemaal iets nieuws. Lang houdbaar. Je kan er lang van genieten. Maar het lijkt wel alsof er echte bloemen in zitten. En die zitten er ook in, maar op een bewerkte manier. En daardoor kan je er extra lang van genieten. Wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Laat me hieronder weten wat jij van deze video vond. En ja, dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Ik vind het in ieder geval een toppetje. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en zie je mij de volgende keer weer. Doeg!